heb een kleine 6 jaar geleden samen met Tijn Swinkels het bedrijf opgericht en de technologie uit het lab van de universiteit gehaald. We hebben bij Dance een aggregaat ontwikkeld. Dat werkt op basis van een vloeibare waterstofdrager hydrogine, beter bekend als mierenzuur. En een van de voordelen van deze vloeibare waterstofdrager is dat je het niet onder hoge druk hoeft te transporteren of hoeft op te slaan. En daardoor is het gebruik van hydrogine als waterstofdrager in de praktijk, bijvoorbeeld in het aggregaat van Dance, net zo gemakkelijk als bij een conventionele diesel- of benzineaggregaat. Ja, we zitten natuurlijk midden in de energietransitie. We weten dat batterijen een goede oplossing zijn, maar ook dat ze niet toereikend zijn voor alles. Bijvoorbeeld in zware bouwmachines, daar kunnen wij een mooie toegevoegde waarde leveren om ons systeem, de energievoorziening voor dat soort materieel te laten zijn. We staan nu aan de vooravond van serieproductie eigenlijk. Daar ben ik wel heel erg trots op. We hebben het ooit vanuit het universiteitslab als piepklein innovatietje mee mogen nemen en nu aan het groeien naar serieproductie eigenlijk. We hebben de eerste systemen al verkocht en de volgende stap is de verdere uitrol natuurlijk. Het gaat er met name zitten in echt het opschalen. We hebben nu de eerste aggregaten, maar als we echt ook qua kosten naar beneden willen gaan, dan zullen we gewoon grote aantallen moeten gaan doen. En daar gaan we nu alles eigenlijk op inrichten om schaalvergroting te realiseren.